Een protest van leden van de Oeganese werknemersorganisatie, de OWOS, is vanmorgen na een confrontatie met de politie aan de Saramaka-straat flink uit de hand gelopen. Tientallen leden hielden zich na een algemene ledenvergadering op voor de ingang van de energiebedrijven Suriname. De leden protesteren omdat ze het wachten op een oplossing in de kwestie waarbij het vertrouwen in de directie is opgezegd en bondsvoorzitter Marciano Hellings de vorige maand is ontslagen, beu zijn. Enkele leden gaven aan op een vreedzame wijze hun misnoegen te willen uiten. Bondssecretaris Rishi Mathura geeft aan niet te snappen waarom de politie zo heeft opgetreden.